Het hoofdstuk over schakelingen. Nou, daarboven brandt de lamp wel, daaronder niet. En dat komt omdat daaronder twee weerstandjes in serie zijn geschakeld. Die zorgen ervoor dat de stroom er moeilijker doorheen gaat. Dus hoe groter de weerstand, hoe kleiner de stroomsterkte. Met de juiste weerstand krijg je dus de juiste stroomsterkte. Hier is de opstelling om de weerstand te bepalen. Je ziet een lamp, een ampèremeter en een voltmeter. En die ampèremeter meet de stroomsterkte in ampère, in dit geval 200 milliampère, dat is de letter I, symbool voor de stroomsterkte. En de spanning over de lamp is 6 volt, dat is de letter U. Als je de weerstand wil uitrekenen is het R is U gedeeld door I, die R is van de resistance in ohm, de weerstand in ohm. Nou, dan gaan we dat doen. 6 gedeeld door 0,2 is 30 ohm, dat is de weerstand van die lamp op dat moment, want die kan afhangen van de temperatuur. De ampèremeter aflezen is wel van belang. In dit geval zit hij in het 0,05 ampère bereik. En dan is de waarde 0,028 ampère. Dus die 5 wordt 0,05. De voltmeter aflezen is ook van belang. In dit geval zit hij in 15 volt bereik. Moet je die onderste aflezen. En dan lees je dus een spanning af van 4,0 volt. Schakel de voltmeter altijd over het apparaat en de ampèremeter in serie. Dat is logisch dat die ampèremeter in serie moet. Want alle stroom moet er doorheen gaan. Nou, de wet van ohm, wat zegt die? Hier zie je dat de spanning steeds groter wordt en de stroomsterkte wordt ook steeds groter. En er is een recht evenredig verband tussen de spanning en de stroomsterkte. Als je de weerstand dan uitrekent, krijg je steeds dezelfde waarde. Dat is de wet van ohm. Het geldt alleen bij het materiaal constantaan. Alle andere materialen reageren anders. Hier zie ik een blauwe en een groene lijn. De vraag is welke heeft de kleinste weerstand. Nou, de kleinste weerstand, als we daarnaar gaan kijken. Die groene, die heeft bij eenzelfde spanning de grootste stroomsterkte. Dus kijken we naar de groene. Die heeft bij 6 volt de grootste stroomsterkte. En dan is de weerstand dus het kleinste. De LDR gaan we nu bekijken, dat is een halfgeleider, dat is een germanium of silicium draadje, glijdt niet echt goed, half eigenlijk zeg maar. En dat is een light dependent resistance, een lichtafhankelijke weerstand. Nou, daaronder wordt met een lamp op die LDR geschenen en wat opvalt is dat de lamp daar aangaat. Nou, nu is er een regeltje eigenlijk, die zegt, ik kan hem nou erbij pakken, op het moment dat je met die zaklamp schijnt, dus dat is meer licht op de LDR, de weerstand neemt af. Stroomsterkte neemt toe. Daarom gaat die lamp aan. Dus wat kun je nou het beste onthouden dat je niet in de war raakt? Eigenlijk meer licht op de LDR, meer stroom. Als je het zo onthoudt, meer licht, meer stroom. Het is ook logisch dat die weerstand kleiner is geworden. Toepassing is bijvoorbeeld een straatverlichting. De NTC dan, dat is een negative temperature coefficient. Een negatieve temperatuur coefficient. Hier zie je hem. En wat daar opvalt is de temperatuur stijgt, wordt de weerstand kleiner. Nou, normaal gesproken wordt die groter, omdat als het draad warmer wordt, de moleculen sneller bewegen en de stroom er dan moeilijker doorheen kan. Maar hier wordt die kleiner met NTC, vandaar het negatieve. Dus normaal wordt de weerstand bij 20 graden Celsius opgegeven met een NTC. NTC zit in de benzinetank, op een gegeven moment daalt de benzine. NTC zit in de lucht, wordt niet meer gekoeld. Nou, dan lagere temperatuur betekent uiteindelijk een hogere stroomsterkte en het lampje kan aangaan op de tank. Rekenen met een serieschakeling. Hier zien we het spanningsbord, de weerstand 1 van 4 ohm, van 2 van 2 ohm. En de vraag is, bereken de vervangingsweerstand. Nou, het regeltje voor de weerstand in serie is dat je ze mag optellen voor je vervangingsweerstand. Die is dus 4 plus 2 is 6 ohm. Wil je de stroomsterkte weten, dan moet je de spanning U delen door R. Dus 12 gedeeld door 6 is 2 ampère. Dan zet je nu de tekening erbij, die 2 ampère hier. En dan vervolgens kun je met je Euler-formule, zeg maar U is I keer R, uitrekenen dat je hier 8 volt hebt. En 2 keer 2 is 4 volt hier. En die 8 volt, die 4 volt samen, is samen 12. Hier zie je nog eens de complete berekening. Dus spanningen mag je optellen.
Weerstanden mag je ook optellen. En de stroomsterkte die is overal gelijk. Parallelschakelingen, nou, dat is veel handiger. Voorbeelden bijvoorbeeld lamp in de gang, stopcontacten. Als er één stuk is, doet de rest het gewoon wel nog. En elk apparaat kan zijn eigen stroom pakken. Hier zie je de lampen parallel geschakeld. Elke lamp heeft zijn eigen stroomkring. Een rekenvoorbeeldje. Twee weerstanden zijn parallel geschakeld. Hier vloeit je totale stroom. Hier I1, dat is de stroom door weerstand 1. I2, en daar wil je totale stroom. Nou, de regels. UB is U1 is U2. Dat betekent de spanning van de bron, UB. Is de spanning over weerstand 1? Is de spanning over weerstand 2? De spanningen zijn overal gelijk. IT is I1 plus I2. Dus je totale stroomsterkte is die plus die. Eventueel nog plus een derde, vierde enzovoort. En de weerstand, dat is het gekke, die wordt kleiner als je er meer hebt. Dat is logisch. Pak je nog een weerstand erbij, dan gaat er dus ook een stroom doorheen. De totale stroomsterkte wordt dan groter, de weerstand kleiner. En dan krijg je met die 1 gedeeld door formule. Dat zullen we dadelijk zien. 1 gedeeld door R van 1, dus 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2. Zo bestaat hier RT van R totaal. Voorbeeld, twee weerstanden parallel. Bereken je vervangingsweerstand. I1, I2 en bereken de spanning hier en hier. Nou, de weerstand telt dus niet bij elkaar op, dan moeten we met dat 1 gedeelde ook gaan werken. Stroomstuit, dus even kijken, hier is hij natuurlijk twee keer zo groot als hier. Die weerstand is twee keer zo klein. En die spanning, dat is natuurlijk vrij makkelijk. Even kijken, 3 en 6. 1 gedeelde R vervangen is 1 gedeelde R1 plus 1 gedeelde R2. Dan typ je dat in, 1 derde plus een zesde is een half, kan ook uit het hoofd. Doe je dat op het x min 1 toetsje, die doet op je rekenapparaat 1 gedeeld door een half, dan krijg je 2 uit. Dus 1 gedeeld door iets is een half, dan moet dat 2 worden. En dat krijg je door 1 gedeeld door een half te doen. En het toetsje x min 1, als je dat daarna op s duwt, doet dat. Nou, U1 is U2 is 9 volt, dus je spanning is ook wel gelijk. Dat is makkelijk. En de stroomstuit tenslotte, die is... niet erbij gezet, U gedeeld door R. Dus heb je hier 9 gedeeld door 3, 3 ampère hier. En 9 gedeeld door 6, 1,5 ampère daar. Nou, dan nog een dia, de stroomstuit was weggevallen. Ik heb hier 6 ohm onbekende weerstand, 5 ampère, 3 ampère. Bereken U, bereken de spanning. Nou, waar U, dat maakt niet uit, hij is overal gelijk. Ga ik gewoon kijken, waar weet ik twee dingen? Ah, hier. Ik weet I en ik weet R. Dus U is I keer R. Dan heb ik hier een spanning van 18 volt staan over die weerstand. En dat is gewoon de spanning. Hier, hier en hier. Hoe groot is nou waarde R2? Deze weerstand. Wat kunnen we nou doen? 5 ampère gaat hier. Even moet hij de andere kant op staan. Stroomvloed van plus naar min. 3 ampère hier. Dan blijft er 2 ampère hier over. Nou, nu kunnen we I, dus U gedeeld door R doen. Nee, we moeten R hebben, R2, dus R is U gedeeld door I. Dus we pakken de spanning, 18 volt, gedeeld door 2 ampère, is 9 ohm. Dus, samengevat, 5 ampère hier, 3 naar hier, 2 ampère naar hier. Je weet 2 ampère, en je weet je spanning, 18 volt. Dan kun je de weerstand uitrekenen, 9 ohm. Combinatieschakelingen moet je die ook beheersen, dan... verzoek ik hier naar die aparte aantekening te gaan, combinatieschakelingen bij onderbouw natuurkunde. Daar worden ze nog eens stap voor stap uitgelegd, ook parallel en serie. Een reed-contact, dat is een magneetcontact. Hier zie je een wasmachinedeur en als die open gaat mag die trommel niet gaan draaien. Dus er is een magneet en een magneetcontact. Twee plaatjes zeg maar, reed-contact is het dat samen. Op het moment dat je deur open gaat, is hier een opening en dan vloeit er geen stroomstuit meer, geen stroom meer. Gaat de motor uit. Dit is voor HVWU allebei. Een transistor, dat is een soort schakelaartje zeg maar, die gebruikt heel weinig energie. En die werkt anders dan een relais, zullen we zien. Relais staat niet in het HVO-boek. Hier zie je de drie aansluitpunten van de transistor. De basis, de B, dus de collector, de C en de emitter, de E. Nou, hoe werkt die nou?
We hebben dus drie aansluitpunten. Als er stroom van de basis naar de emitter, stroom van de basis naar de emitter, laat de stroom vloeien van de collector via de basis naar de emitter. Dat klinkt wel heel lastig. Hè? Even aanwijzen. Vloeit hier een stroom van B naar E. Dus eigenlijk vloeit er een stroom door de basis. Het is logisch dat die zo verder gaat. Dan gaat hij schakelen en dan komt er ook een stroom te vloeien van C naar B naar E. Dus hier een stroom is daar een stroom. Een toepassing van zo'n transistor is hier bijvoorbeeld een inbraakalarm. Dus je bel, spanningsboom, weerstand voor de stroombegrenzing. En hier zit je readcontact. Nou, de stroom wil van plus naar min vloeien. En dat doet hij van plus naar min volgens deze route. Nu gaat er dus geen stroom door B. Er is ook geen stroom van C naar B naar E. Dus je bel is uit. Nu maakt iemand de deur open, een breker bijvoorbeeld. De stroom wil weer van plus naar min. Maar nee, dat lukt niet. Dus hij pakt toch maar die andere route die wat lastiger gaat. En dat is deze route die we nu gaan nemen. En we hadden net gezien gaat er een stroom van B naar E. Dan schakelt hij zeg maar en dan gaat hier in dit circuit ook een stroom vloeien die vele malen groter is. En dan gaat hij zoomer af. Hier zie je een relais. Wat opvalt is een klosje, dat is een spoel, koperen windingen. Dit is het anker, een ijzeren plaatje dat kan worden aangetrokken. En ik heb hier nog iets dat kan worden aangetrokken. En wat hebben we nog? Een spanningsboom, een lamp, een schakelaar. Maar hoe werkt die? Als je hier de schakelaar dicht doet, wordt de spoel een magneet. Het anker hier wordt aangetrokken. En in dit geval maakt hij hier contact. En dan gaat die lamp aan. Als je nou de schakelaar open doet hier, is die spoel geen magneet. Het anker wordt niet aangetrokken. En wat je daar ziet, is dat die dan omgekeerd schakelt, die lamp uitgaat. Wat heb je dan nou aan? Je kunt gewoon een gewone schakelaar gebruiken van de lamp. Als dit nou een hele zware motor is in een fabriek, en die staat op een paar meter afstand, kun je met een heel klein strookje een hele grote stroom inschakelen. En dat is veilig, dat is goedkoop als die ver weg staat. Je hebt dus twee aparte stroomkringen, dus hier heb je dunne draden, meestal wat langer met een kleine stroomstuiten. En hier dikkere draden, meestal korter met een grote stroom. Dus veilig en kostenbesparend. Klippenrichten hoor je ook vaker in zo'n relais, dan hoor je dat geklik. Nog een overzicht met het verschil tussen het maken en het verbreekcontact. Zo'n relais heeft 5 aansluitpunten. 1, 2, 3, 4, 5. Als je nou de schakelaar sluit, wordt de spoel een magneet. Anker wordt aangetrokken en de lamp gaat aan. Dan is die aangesloten op het makencontact. Deze, als je die sluit, wordt de spoel een magneet. En dan, die is op de B aangesloten, dan gaat hij naar links. En dan verbreekt hij rechts het contact. Dus je doet het omgekeerde. Zo, dat was het. Bedankt voor het kijken en hopelijk heb je er veel van geleerd.